Voor je maandag 23 juli naar de Roze Maandag in Tilburg ging, was de treinreis er naartoe al een feestje op zich. Je kon namelijk BN'ers spotten, dansen en meezingen met artiesten. Ja, het is de Roze Maandag, hè? Een onderdeel van de Tilburgse kermis. En daarvoor rijdt dus deze speciale Roze Maandag Express. Met 24 speciale conducteurs van NS, die tot het homo- en lesbienne netwerk van NS behoren, Trebo. En wat kunnen we allemaal zien in deze trein? Nou, in Camarina, de Mr. Gay van vorig jaar, van dit jaar is er. Er komt vandaag een nieuwe single uit en dat wordt het anthem van de Gay Pride. Hallo. Kun jij misschien even voorstellen? Hi, ik ben Miss Brandy Russell en ik ben zangeres. Ik doe mee met Outrageous met de nieuwe single I'm Gay. En dat hebben we vorige maand hebben we dat opgenomen in Zweden. Met leuke producenten die ik heb meegewerkt aan mijn nieuwe album. En dat doen we speciaal hier voor Amsterdam Pride. En de première is vandaag hier bij de Roze Maandag. Kent u het? Ik heb het zelf op Facebook, op mijn Facebook gepost. Wat is er zo speciaal voor u aan deze dag? Nou ja, ik ben zelf homo, dus ik hoor natuurlijk volstrekt tot de doelgroep. Maar het aardige van die Roze Maandag is ook wel dat het niet alleen de homo's zijn die erop afkomen, maar dat er ook hetero's op afkomen. En dat die gewoon denken van, ik word gay for day, hè, zoals ze dat dan zo mooi noemen. En ja, er zijn allerlei activiteiten, de grote feesttenten, de optredens. En het is eigenlijk altijd enorm gezellig, ook omdat mensen komen van heinde en ver en uit het hele land. Dus er zijn mensen die, waarvan ik zeker weet dat ik ze daar weer ga ontmoeten straks.